Guten Tag. Vandaag was het een chilles morgens hier in Manitoba. En ik ging eruit om naar mijn goor te checken. Ik had laatst van je reden dat onze forecast reden van frost is erna. En ik had een sprinkler opgesteld om de stiedertjes te zeven dat hij niet wilde vervrieren. Want het was een klein beetje vrieren dat, dan schoof dat je weinig. Maar wanneer het erna heeft, dan is dat een trouble. So, ik denk naar mijn goor en dan voelde ik me ziemlich treurig. Dus er zijn alle stiedertjes dik bebaakt met ijs. So, wat meint dat? Wat meint dat voor mij? Ik dacht zo, dat is mijn arbeid. En ik weet niet hoe ik het krijg alle wat doen. Maar het is een interessante surprise wat ik daar aan bejene deed. Dus ik door mijn goor weer. Ik zag dat niet wil ik daar weer. Ik zag dat Lothar wil ik mijn beelden bechecken. Dat ik had een beeldje genomen van mijn goor. En weet je wat daar in de maand geworden is? Dat is een puddelwoed dat wat niet aangevroren is. En dat is gans kloor en een hard shape. En dat helpt me door voets op die steed. Te mijn gedanken naar God brengen. En naar zijn grote lijf. En ik ben dat ook heel God. Ik voel me treurig over dat. Over du des me hier wiezen dat die lijf is grata. En ik had ook nog een steintje wat hij me, ik leid wat hij me geven deed. En ook te mijn motor spreken. Dat hij heeft niet vergeten van mij. En dat ik brug niet onbedingt treurig zijn. Ja, ik zou keer treurig zijn over al die arbeid wat er nu vlecht vergeefs is. En wat met de vraagje doen. Maar ik dacht zo, oké, mij veelt het aan. Mij veelt het nog aan en zien woord lezen. Van zijn lijf en wat allemaal hij mij wil vandaag met motor spreken. So, ik las een psalm, some vers wat ik met jullie wil metdelen. En Aina zegt, mag diene Truhoatje lijf, o God, mijn troost zijn. Zoals du mij en dien woord versproken haast. So, ik dacht al voet zo, wauw, oké, diene Truhoatje lijf. Hij wil mij troost geven met zijn lijf. Waar ik dat neem van hem, wat hij me geeft dat. En zijn woord heeft het versproken. En dan weer nog een vers die zei, dien woord, o haar, is eeuwig. Dat staat vast in hemel. Ik dacht ook zo, wauw, zijn woord, dat is werkelijk zo wondervol. Dat staat voor Emma. En dan weer zei het nog, op die tjen wie ons Emma en Emma waren verloten. Du hast de eer hergesteld. En die blijft stonen. Zo met al die vers nog te maken. Ik dacht zo, oké, zijn lijf is hier bij mij. En hij geeft mij zijn Truhoatje lijf. Te mijn troost zijn van de morgens. Zo dat is wat ik dan nu wil. Ik wil dat spotmotig zijn. En aanprijzen. Even wanneer mijn goor ook aan je vroren is. En gisteren had ik ook nog een kleine surprise. Ik had later tijd maken een beetje ongedacht en met mijn stiedertjes in mijn huis ha. En zoals ik laatst al wezen deed, feierwerk had mij een vriendin in hardship-studie gegeven. Wat mij zei voor wie het weer. Nu vind ik dat interessant. Ik deed goodbye zei het een vriend wat nog een andere steed raken wil. Zo zij gaf mijn stuid ook maar zijn de hard shapes en die bladertjes. Als dat niet schijnt. En dan weer ik bij mijn studie was om een paar weken terug. En dan had ik daar een studie gemaakt. Wat ik dacht, dat wil ik een stuk waardig hebben. En mij kwam de prijs nog een beetje stijl. Ik dacht, nou, ik wil nu nog niet kijken. Wel, werkelijk, deze vriendin die heeft me nog meer studie. En die studie als de man. Die heet Pearl. Succulent. Ik weet niet meer wat de ganse noemen is of toe, maar dit weer meer interessant. Nu ga ik ze in de studie krijgen en nog maar ja daar bezig, je zei het gerne. Zo ganse goa met alles toe, zes mij dat jet van deel, weet ik dat God zijn lijf is Truhoatig. Die staat Emma, daar brug ik niet schwam met haar dat zijn lijf eenmaal niet wil wat nu zijn. En zo wat Emma doet van de albejene des, ik hoop dat u ervoor staat ook zo dat zijn lijf fresh is en die aspedie, die asrama die
Martine Uge op en check in markt. Wat gaat voor die haar van jou? Ik leef neer bij haar. En China surprise voor die van jou ook. Mag gaat die zenen.